Jullie en welkom bij deze gloednieuwe serie. Ja, we doen vandaag een Sony Vegas tutorial, want ja, dat is wat ik dus doe op het kanaal van Jelle, samen met een random video op woensdag. En dit denk ik op zondag. Ik weet niet wat Jelle nog iets gaat veranderen of iets. In ieder geval, ik ga jullie dus uitleggen hoe dit allemaal werkt. Ten eerste, ik heb het al twee keer opgenomen en is twee keer fout gegaan en het is vandaag zondag, dus hij komt vandaag nog online en ben net wakker. Dus hij moest af, dus zie je denk, oh, je ziet niet uit. Ja, nou ja. Wat ik jullie eigenlijk allemaal ga leren, deze aflevering is gewoon de basistechnieken. Het knippen, tekst toevoegen, dat soort dingen. En ga ik jullie allemaal leren. Willen jullie nog iets leren of willen jullie iets weten? Laat het zeker achter in de reacties en misschien voelt het jouw opdracht wel uit. Maar in ieder geval, we gaan nu beginnen. En ik gebruik snel toetsen, die zal ik ook allemaal uitleggen. En met je muis scrollen is inzoomen en uitzoomen. Ja, en hier heb ik nou met mijn linkermuisknop de video geselecteerd en zo. En je kan hem linkermuisknop inhouden en slepen. Of je kan hem zo inhouden en zo slepen. Maar ik ga jullie even het begin laten zien. Dit is trouwens een video die ik nog moet editen voor mijn eigen kanaal. Gek geboren, ik kan er zeker even een kijkje op nemen, maar niet uit of dit dat doet of niet. Ik ga hem even laten spelen. Ik ben David. Ik ben Punt. En wij zijn gek geboren, zoals ik net al zei. Maar ja. Vandaag gaan we een challenge doen. Zo. Hallo kijkers. Dit. Hier zetten wij de camera aan en gaan we zitten. Dit. Dat geluid wil je natuurlijk niet in de video hebben, dan doe je, je kan nu nog slepen. Stel je wil het knippen, dan doe je hier ergens gewoon, kijk, oh hier is weer tekst. Die duw je op S en dan is die los van elkaar en dan kan je deze gewoon deleten. En dan ga je verder kijken. Hallo kijkers van gek geworden. Ik ben David. Kijk, dit is weer zo'n stilte en die kan je gewoon wegknippen, dus hop. Dan krijg je eigenlijk veel mooier iets. Ik ben David, ik ben Punt. En wij zijn gek geboren. Ja, hier staat dan gek geboren en dan wil je gewoon dat gek geboren ram in het beeld komt. Nou, je kan hier insert video track of insert audio track. Maar hier staat nog iets. Dat is veel makkelijker. Niet rechtermuisknop. Oh, even kijken waar het staat. Nee, je doet gewoon 1, 2, 3. Oh. Wat er stond onder mijn webcam, dus dat zagen jullie niet. Dat stond, als je met je rechtermuisknop onder dat donkergrijze, dus onder de videotrack, klikt met je rechtermuisknop, dan staat er insert videotrack of insert audiotrack. En daar stond ook de sneltoets bij. En insert videotrack is Ctrl-Shift-Q. En insert audiotrack is Ctrl-Q. Dus dan weten jullie dat. Sorry voor het ongemak. Kijk maar verder. En dat is er al. Nieuwe video track. En nu ook. Bam. Audio track. Zie je, is gewoon heel gemakkelijk. En het werkt. Je kan een liedje onder de video zetten. Ja, dit is eigenlijk het meest belangrijkste wat ik nu deze video ga vertellen. Gebruik geen copyright music. Wat is copyright music, Vince? Nou, copyright music is muziek die de uitgever voor zichzelf wil houden, voor te luisteren. Maar niet voor gebruik. Dus stel je wil een liedje van Justin Bieber onder je video, zou ik dat niet doen. Want je krijg je een claim van Justin Bieber daaronder. Wil je natuurlijk niet. Krijg je ook niet echt van Justin Bieber. Dan denkt YouTube, hey, die had gezegd, dat is een echt liedje. Doen we niet. Dan krijg je een claim, dan kan de video niet weergegeven worden. Met een beetje pech heb je er een paar keer, wordt je kanaal verwijderd. Daar heb je een paar abonnees, 500, 600. Is dat natuurlijk vervelend. Dus gebruik dat niet. Wat je wel kan gebruiken is gewoon op internet opzoeken. Non-copyright music. Je hebt allemaal muziek. Je hebt één iemand die heet zelfs non-copyright music. Die maken gewoon goede muziek voor honderden video's. Maar zijn er drie of twee meestal die ik altijd gebruik. Want het ligt eraan hoe lang de video is. Deze is van Dagelijks AD. Maar ik vond hem wel nice, alleen dit is een uurversie. En ik weet niet waarom ik geen uurversie had, maar dit is dus een uurversie en die gaat zo. Zo, dat klinkt wel nice. En dan gaan we naar de volgende, dus deze. Bye.
Zo, dat is niet van echte de non-computer, maar is wel een mix die gemaakt is en die gebruikt mag worden. En die video, of dat liedje heet Laat ik ook een beeld komen allemaal. Oh my fucking god, maar dan afgekort OMFG. Hello, zo heet die. En dan hebben we nog van non-copyright sounds, Candyland. En deze is wel echt, als je gewoon een compilatie wil maken van allemaal mooie stukjes, kan je deze redelijk makkelijk gebruiken. Alleen dit vind ik altijd bij zo'n achtergrondmuziekje hier, dit. Daarom dat die opeens zo harder gaat. Daarom gebruik ik die niet zo vaak als achtergrondliedje. Maar die Oh My Fucking God Hello, die gebruik ik het vaakst. Zal ik ook waarschijnlijk onder deze video gebruiken. Ik ga er maar vanuit dat ik dat hier ga doen. Ja, dat is dus wat ik jullie al geleerd heb. Geluid hier, stel je hebt dit geluid zo. Oh. Ik ga die Oh My Fucking God Hello erbij halen. Nou, ik heb hem hier dus. Ja, wat je nu eigenlijk hoort is dit. Hallo kijkers van Gek Geboren. Je zag dat Gek Geboren in beeld vliegen. Maar je hebt geen idee wat wij zeiden. Dus, wat gaan wij doen? We gaan dit geluid wat zachter zetten. Het kan heel makkelijk zo. Maar dan... Hallo kijkers van Gek Geboren. Ik heb heel zacht, maar eigenlijk is het nog te hard, kan ik meneer. Onze wonderschone assistente komt ons niet water brengen. Hij kan je nog. Jay, laat dat PCC. Zie je? Ik een bakken met de kotsen. Nu is het gewoon perfect. Niet zomaar, ik ga... Ja, nu is het gewoon goed en nu kan je gewoon een video maken. En nu kan je gewoon ook verder editen. Heb jij nog dingen die ik moet doen? Laat het zeker weten. Kijk, hier staat bijvoorbeeld nog kom ik hier of iets van dit. Mag je allemaal vragen naar mij? Allemaal, mag allemaal. Ik kan ook zeggen, hoe doe ik van die video effecten erin? Of zou ik nu een beeld van tonen wat dat is? Zowel, hoe kan ik die erin doen? Kan ik jullie laten zien in de volgende aflevering. Dus willen jullie iets, laat zeker weten in de reacties. En misschien voel ik jouw opdracht dan wel uit op Sony Vegas. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Voor een leuke video mag je zeker belonen met een duimpje omhoog. Abonneer op Jelle's kanaal. Abonneer op, misschien op Gek Geboren. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een random video. Jongens, later.